gemeente Apeldoorn en laadpalen. Ik weet niet, een paar jaar geleden aan de Lange Amerikaweg is er eentje neergezet. Die zou heel snel kunnen laden. En toen bleek ook maar heel weinig type betaalkaarten daar wat mee te kunnen doen. Dus dat was niet zo'n succes. Wat zijn nu eigenlijk de volgende problemen rond de laadpalen? Nou, de volgende aandachtspunten zijn op dit moment dat een aantal laadpalen binnen het centrum van Apeldoorn, laten we duidelijk zijn, die buiten de parkeergarage staan, hè, want zo specifiek moet ik het even maken, die zijn bezet of door andere auto's waar geen elektrische motor in zit, of door fietsen. Wij hebben bij onze vraag een aantal foto's toegevoegd waarin dat heel duidelijk naar voren komt. Ja, en dat kan natuurlijk niet zo wezen dat onze bezoekers van onze binnenstad die een elektrische auto hebben en daar graag willen parkeren, verrast worden door andere auto's en fietsen die daar staan geparkeerd. Ja. En vandaar onze vraag. Oké, Hesselt, gaat het eigenlijk om een stuk handhaving. Ja. Hoe moet dat vorm gaan krijgen dan? Nou, we roepen het college op om met die handhaving toch echt stappen te maken. Ervoor te zorgen dat wat wij bedacht hebben als raad, dat dat wordt uitgevoerd. In het belang van de Apeldoorners, ook van de schone luchtkwaliteit. Het is niet voor niets dat wij met die laadpalen stimuleren dat er schonere auto's in de binnenstad komen. Oké. Okay. Het zijn schonere auto's en het tweede is natuurlijk de geluidsoverlast. En met elektrische auto's realiseer je nou eenmaal minder geluid in de binnenstad. Dus ja, dat is het tweede doel. En we vragen dus aan het college om, of via de BOA's of via de politie, strenger te handhaven op deze parkeerplaatsen. Ja, maar voor jullie zelf als gemeenteraadsleden, is het dan ook niet wat als je een keer iemand daar zijn fiets ziet parkeren en zegt, sorry, maar het is eigenlijk bedoeld voor iemand met een elektrische auto, want... Nou, een van de opmerkingen die wij gemaakt hebben bij de vraag is de bebording die er staat. En er staat nu letterlijk boven van alleen parkeren voor elektrische auto's. En wij hebben er een aantal keren zelf gestaan en we zien gewoon dat mensen gewoon de bebording niet begrijpen. En ik kan me dat ook wel voorstellen, want de bebording staat aan een bepaalde kant van de straat, wat als je komt aanrijden toch een verkeerd beeld kan geven. Dus dat is een van de vragen die wij nu gesteld hebben aan het college. Oké. Op welke termijn verwacht je die hier vervolg van de gemeente van? Normaliter krijgen we binnen 4 weken een reactie van het college. Dus wij wachten die reactie even af en dan gaan we verder kijken. Oké. Okay. Andere duurzame stappen met verkeer en auto's nog in de pijplijn? Ja, wat ik weet is dat de aantal laadpalen in de gemeente wederom gelukkig aan het toenemen is. Dus dat is hartstikke mooi. En des te belangrijker is ook deze vraag reeds om te zorgen dat we ook daar straks natuurlijk blijven handhaven. Ja. Marco, je hebt zelf geen elektrische auto. Hoe zit het voor jou, Hessel? Ik heb er ook nog geen. Ja, je hebt wel ooit een keer een oude stinkdiesel door de stad laten rijden. Dat had cultuurhistorische waarde en dat was niet bedoeld om voor eeuwig een vervoeroplossing te bieden. Waarnaast schone lucht heeft deze stad ook nog meer prioriteit. Dus namelijk een aangename toeristische binnenstad te brengen. Dus vandaar dat ons voorstel vorig jaar aangenomen door gesteund door de raad wel de moeite van het proberen mond was. Nou, misschien de volgende keer een ecobus langs die mooie attracties. Als die techniek opkomt, dan zal ik hem bepleiten. Maar je hebt nog even tot de Giro. Dat zou een leuke blikvanger kunnen zijn. Dat ook. Ja. Nou, wij nemen mee. Dank je. Ja, dank je wel.